Je natuurlijk middelen laten zien waarmee je niet alleen intern je lichaam kan reinigen, maar ook allerlei oppervlaktes in het huis. En daarvoor gebruiken we de citroen-essentiële olie. En alle citrusolieën die worden verkregen uit de schil van de citrusvrucht, zitten heel veel antioxidanten in. En alle citrusolieën hebben een reinigend effect en een beetje een opbeurend aroma. Ruikt zo heel lekker fris. Als je dit in de diffuser doet, dan heb je het idee dat je het hele huis hebt schoongemaakt zonder dat je maar een hand hebt uitgestoken. Maar het helpt dus ook om intern je lichaam te reinigen. Het ondersteunt een proces die je lever en nieren van nature al aan het doen zijn. En dat kun je gebruiken doordat je een druppel in een glas water doet. 1 druppel in een glas water. En je wilt een druppel echt in een glas water doen, niet in plastic. Omdat het zo krachtig is in het eigenlijk het week maken van het plastic, dat er anders deeltjes van het plastic mee kunnen komen in het water. En dat is natuurlijk juist wat je niet wilt. Maar dit is dus een hele mooie manier om gewoon dagelijks je lichaam te ondersteunen in alle detoxprocessen en om de dag te starten. Het is wel anders dan verse citroen. In verse citroen zit bijvoorbeeld de wateroplosbare vitamines zoals vitamine C, terwijl in de schil en dus in de essentiële olie veel meer de antioxidanten zitten. En je kunt ook gewoon een druppeltje toevoegen aan je smoothie om die een frisse smaak te geven. Net al zei, kun je deze olie ook heel goed gebruiken om je huis mee schoon te maken. En ik ga je 2 trucjes laten zien. En ik laat je een hele lekkere spray zien waarmee je gewoon het hele huis werkelijk schoon kan maken. En ik hou niet van schoonmaken, hè? Maar hiermee heb je echt een winnaar. Nou, wanneer er dus bijvoorbeeld iemand lekker op tafel heeft lopen krassen en je hebt in één keer stiftenvlekken, die je er vervolgens met geen mogelijkheid meer afkrijgt. Let op. Een paar druppels van die citroenolie. Laat je heel even inwerken. En dan vervolgens geef je ze zo weer vanaf. Ik sta er zelf ook weer versteld van te kijken, maar dit werkt dus. Je kan met een druppeltje citroen-essentiële olie gewoon je stiftenvlekken verwijderen. Dat herken je misschien wel dat je van die lege potjes hebt die je wilt hergebruiken. En dan verwijder je het label, maar dan zitten er nog steeds al dat soort stikkerresten aan. Je kan natuurlijk urenlang lopen schrobben, maar wat je ook kunt doen, is er de citroenolie. Druppel je erop. Even inwerken en dan met een schuursponsje. Ja. Het gaat dus super gemakkelijk. Die stickers eraf. Ja, en zo is hier weer helemaal schoon zonder stickers. Dus spaart je heel wat frustratie. Wat we nu gaan maken is een zelfgemaakte allesreiniger. En deze is heel makkelijk. Je hebt maar een paar ingrediënten nodig. En hierdoor ruikt je hele huis heerlijk. En wordt het nog schoon ook. Wat je nodig hebt is zo'n lege fles, een lege glazen fles. En je kunt een eetlepeltje van ongeveer gewoon natuurlijke azijn gebruiken. En daar voeg je dan wat essentiële olie aan toe. De citroen is dus heel lekker. Of een andere citrusolie. Denk aan sinaasappel bijvoorbeeld of de limoen. Daar doe ik er 10 druppels van in. En de On Guard vind ik ook een hele fijne blend om in zo'n schoonmaakspray te doen. Omdat dit echt een beetje bacteriedodende en beschermende eigenschappen heeft. En hij ruikt heel lekker. Dus daar doe je er ook 10 van in. En ik vind pepermunt ook een hele lekkere erbij. Ruikt het extra fris. Daar doe je er ook 10 van in. Vul je het verder aan met water, liefst gefilterd water. En
Nu heb je dus je eigen schoonmaakspray. En dit kun je gebruiken voor de keuken, voor speelgoed als je aan het schoonmaken bent. Of de badkamer. Ik hou dus helemaal niet van schoonmaken. Maar door deze spray te gebruiken ruikt het ook meteen heel lekker. En heb je dus ook meteen het effect van de aroma's van deze shampoo.